Ja, want Linde won de afgelopen twee wedstrijden. En HAC hield vorige week huis in Rijnsburg. Tegen Rijnsburgse Boys werd het 1-6. En de Hardenbergers gaan door op de toen ingeslagen weg. Want tegen FC Linde is het na 10 minuten 1-0 door Van Bentum. De eerste inzet is van Gaudier. Die belandt op de lat via de handen van doelman Schimmel. En dan is Van Bentum attent. Het meest attent van allemaal. Evers staat op. En Hardenberg op 1-0. Gut met de lange bal. En dan is Van der Leij aan de aandacht ontsnapt. Wordt er geappelleerd voor buitenspel. Maar het mag doorgaan van de arbitrage. En Van der Leij maakt er 2-0 van. En zo staat hij weer op gelijke hoogte op de topscorerslijst van HAC Hardenberg. Met teamgenoot Hemmink. Beide hebben er 8. Intezar. Bellassan. Samsay is buiten omgekomen. Emilio Samsay. En dan is daar niemand voor het doel van Linde. En nu wel. Lukili. Die treft de paal. En Werkman ruimt op. Linde bijna met de 2-1. Maar die valt niet. En HAC blijft aanvallen. Hij heeft hier de bal bij Hemmink. En Hemmink maakt er nog voor rust 3-0 van. Vorige week 6, nu 3 in 1 helft. HHC is los. Maar dat zijn ook niet de makkelijke tegenstanders. Rijnsburgse Boys en Linde, waar dat tegen gebeurt. Dit is een lekker bekkie. U mag zelf weten welke. En dan hier een botsing, een nare botsing. Tussen Rens van Bentum van Hardenberg en Nathan Bijl van Linde. En Nathan Bijl is ernstig geblesseerd. De middenvelder, hij kwam van de zomer over van Hercules, wordt per ambulance afgevoerd. En dan moet Linde met 10 man verder, omdat Kraai al 3 keer gewisseld had. En is het hier bijna 4-0 als Hemmink de paal treft. Maar het is dan al lang duidelijk dat de HAC weer 3 punten gaat bijschrijven. Hemmink met een gelukkie. Broekhoff had die bal weg kunnen werken. Maar nu zit er een ander been tussen. En invaller Reinders maakt er dan nog 4-0 van. En dan doet HHC hele goede zaken. Kijk, hier zit er iemand tussen. Als die eraf blijft, kan Broekhoff opruimen. Nu legt hij de bal panklaar neer voor Dirian Reinders. En dan is het 4-0 voor HHC Hardenberg. De Hardenbergers beleven een prachtige middag op de eigen boshoek. En Linde een zwarte dag.